door de uitgekookte verdedigingsstrategie van minister Van der Lamotte en de gevolgen daarvan voor de banteurs kregen we vorige week geen debat over ethiek in de politiek, maar wel over de deontologie van journalisten. Een heel boeiend en noodzakelijk debat, maar dat deed de essentie van deze publicatie ondersneeuwen. De bedoeling van deze persconferentie is precies om terug te keren naar die essentie. Hoe een top-politicus als minister Van der Lamotte door zijn grote macht afdrijft naar belangenvermenging. En achter die essentie van het boek blijven we als uitgeverij onverkort staan. Dit is een indrukwekkend journalistiek onderzoekswerk van hoge kwaliteit. Met gecheckte en gedubbelcheckte facts en figures en met ettelijke keren opnieuw en opnieuw uitgevuurde bronnen. Maar ik wil toch nog even terugkoppelen naar vorige week maandag. Een tiental journalisten kregen toen op een met spoed bijeengeroepen samenkomst op het kabinet van minister Van der Lamotte een lijst van 65 punctuele bemerkingen. Waarna minister Van der Lamotte de aanwezige journalisten verder overdonderde met vernietigende kritiek. Hij parkeerde de volledige inhoud onder de rubriek beschuldigingen, geruchten, lasterlijke aantijgingen, halve waarheden en hele leugens. Waardoor hij de geloofwaardigheid van beide gedegen onderzoeksjournalisten bewust trachtte uit te hollen. Nog voor iemand het boek gelezen had. Soms stoten we ook op een vleugje humor toen we lazen dat minister Van der Lamotte geen klacht ging indienen. Hij wou het boek niet nog meer publiciteit geven. Maar laten we dus terug over de essentie van de keizer van Oostende hebben. Hoe een toppoliticus door zijn grote macht in het reële gevaar van belangenvermenging terechtkomt. Minister Van der Lamotte vatte dit onderzoek van de onderzoeksjournalisten samen met Montez, montez, il en reste toujours quelque chose. Wim van den Einde en Luc Pauwels hebben de voorbije week buiten hun VRT-uren zorgvuldig nagetrokken hoe groot die quelque chose nu eigenlijk is. Blijkt dat er van de 65 vermeende halve waarheden en hele leugens er onmiddellijk 62 naar de prullenbak kunnen. Er blijven dus drie punctuele, discutabele bemerkingen overeind. Met andere woorden, in dit boek van 597.000 tekens staan er 2.800 tekens waar eventueel over kan gediscussieerd worden. De rest staat buiten kijf. Dit gaat dus over een correctheid van 99,60%. En het zijn dan nog opmerkingen van een relatief ondraaglijke lichtheid. Als elke onderzoeksjournalistieke daad zo zorgvuldig zou gebeuren, zou het veel beter gesteld zijn met de hygiëne van onze democratie. En nee, we gaan de weerlegging van die 65 zogenaamde leugens niet alle 65 overlopen. De map met de, ja, hoe moet ik het noemen, correcties zijn het niet, want de oorspronkelijke versie in het boek is juist. Het zijn gewoon correcties op de leugens en verdachtmakingen van minister Van der Lamotte. Die map hebt u al ontvangen samen met het boek. We gaan er nu een aantal naar voren halen ter illustratie, maar eerst geef ik het woord aan Wim van der Heijden. Wat halen twee journalisten in hun zotte kop die in vrije uren eens een keer een vicepremier in functie frontaal te gaan aanvallen? Dat hebben waarschijnlijk veel mensen vorige week gedacht en wij zelf niet in het minst. Als het hoogmoed, de journalisten moesten hoe dan ook met stevig materiaal afkomen om de torenhoge ambitie waar te maken.
Maar nog voor we het boek konden voorstellen, had de vicepremier het al aan de flarden geschoten en hij stapte fluitend weg. De journalisten werden als een soort Icarus-tweeling op non-actief geplaatst. Daarom wil ik u toch graag kort vertellen hoe dit boek ontstaan is. Het idee is al 3 jaar oud en ik ben aan dit boek begonnen ongeveer 1 jaar geleden, toen Johan van der Lotte nog geen minister was. Luc heb ik gevraagd om mee te werken enkele maanden geleden, omwille van zijn expertise in energie. Maar de bedoeling was eigenlijk om een boek te schrijven over Oostende als stad en als fenomeen, om een beeld te schetsen van hoe de lokale elite functioneert en de mechanismen die daarbij spelen. Van der Lotte was toen ook al een sterke man van Oostende, een belangrijke speler in ons verhaal, maar als een element in het portret van Oostende. Maar dus op 6 december werd hij opnieuw vicepremier en dat veranderde voor ons plots de zaak. We hebben even overwogen om ermee te stoppen, omdat de ambitie van het boek, zonder dat we het zelf moesten, opeens veel groter werd. Maar tegelijk maakte zijn aanstelling tot vicepremier het boek veel relevanter. En de belangenvermenging die door de verstrengeling overheid-privé, die een deel was van het verhaal, werd naar ons aanvoelen plots veel groter. Dus we hebben na wat nadenken toch beslist om ermee door te gaan. Vorige week was er dus het resultaat van ons werk. We hadden afgesproken met Van Lotte dat het op maandag in de zaak voor het eerst in de media zou komen. Hij had het boek op voorhand gevraagd om zich te kunnen voorbereiden en ook gekregen. En u weet wat er gebeurd is. Om 4 uur kreeg een beperkt kansen van journalisten zijn vernietigende visie op ons werk te horen. Ik wil toch even ingaan op de kritiek van Van Lotte. Hij begon zijn aanval op ons boek met 3 verhalen die niet in het boek staan. Er staat geen woord in dat afkomstig is aan een van zijn ex-chauffeurs. Er staat geen woord in over de schenking van een appartement aan de Spuikom. Er staat geen woord in over een villa in Sint-Martens-Laten. De journalisten die het boek nog niet gelezen hadden, kregen de indruk dat hij 3 smeuïge roddels in het boek onmiddellijk kon weerleggen. Meesterzet qua communicatie, maar achteraf bekeken toch erg opmerkelijk. Stel dat er inderdaad echt belangrijke, grote, relevante kemels of fouten in ons boek hadden gestaan, zou hij zijn uiteenzetting niet daarmee begonnen zijn. Een boek pareren met het weerleggen van verhalen die er niet in staan, is hoe dan ook erg bizar. Maar goed. Van der Lotte beweert voorts dat er 2 LDD-medewerkers zijn vrijgesteld om aan ons boek mee te werken. Ik daag hem uit om ons die mensen te tonen. Ik heb ze alvast nooit gezien. Zijn bewering is simpelweg niet waar. Als hij het heeft over Ignace van der Wallen, parlementaire medewerker van Jean-Marie de Dekker, dan klopt het dat deze man onze hoop documenten over het gemeentebeleid heeft bezorgd en altijd klaar stond om vragen hierover te beantwoorden. Johan van der Lotte kan dat misschien vervelend vinden, maar Jean-Marie de Dekker is niet eenmaal een democratisch verkozen gemeenteraadslid in Oostende en zijn medewerker bood de kans om vlot aan documenten te raken die met het gemeentebeleid te maken hadden. Wij steken dat ook niet weg. We bedanken Ignace van der Wallen op pagina 3 van ons boek. Maar dat is heel wat anders dan iemand voltijds vrijstellen om aan een boek mee te werken. We hebben overigens ook via Wouter de Vriend en een aantal mensen die zich aan de andere kant van het politieke spectrum bevinden een hoop informatie gekregen. Ook zij worden bedankt in het begin van het boek. Johan van der Lotte zegt dat ons boek leest als een blog van de Dekker en duwt ons in die hoek. Hij doet dit, zo veronderstel ik, om onze geloofwaardigheid te ondermijnen. Maar ons afschilderen als ghostwriters van Jean-Marie de Dekker is regelrecht onzin. Kijk bijvoorbeeld eens naar het beruchte ABX-verhaal, dat al jaren meegaat, niet alleen bij de Dekker, maar ook bij Knak en andere media. In ons boek zeggen we, wanneer we de zaak objectief bekijken, er waarschijnlijk geen grote ABX-3i-elektrawinst die bestaat. Op zich is dat toch een niet onbelangrijk verhaal en daar verschillen we alvast van mening met Jean-Marie de Dekker. Voorts wil ik ook zeggen dat de kans bestaat dat als wij iets schrijven, en de Dekker schrijft hetzelfde, dat gewoon waar zou kunnen zijn. Die mogelijkheid lijkt niet in het hoofd van Johan van der Lotte op te komen. Johan van der Lotte heeft 65 halve waarheden en hele leugens rondgestuurd over de boek. Ik wil vooraf zeggen dat die 65 punten gaan over misschien 5 tot 10% van de informatie in het boek van 284 bladzijden. Dat betekent dus meteen dat ook 90 tot 95% van de informatie zelfs niet gecontesteerd wordt door Johan van der Lotte.
Wij hebben de afgelopen week zijn tekst punt voor punt in detail bekeken en we gaan nu proberen te bewijzen dat we op 3 na alle 65 punten van de kritiek op ons boek kunnen weerleggen. U hebt allemaal een bundel met de 65 opmerkingen en met onze weerleggingen. Luc gaat beginnen met een aantal belangrijke uitdrukkingen. Ja, even een niet onbelangrijk detail wat u gezegd heeft, dat dus de documenten over Oostende door LDD-medewerkers naar hem zijn toegestuurd. Ik praat over een meer algemeen verhaal. Ik heb geen enkel document van medewerker van de Dekkers daarover geconsulteerd. Wel pas achteraf, na mijn onderzoek. Ik heb nooit met de Dekker gesproken, nooit met hem gemaild, nooit met hem gepraat. Hij kent mij niet. Hij heeft mij de eerste keer gebeld na het boek. Dat was zeer formeel, meneer Pauwels, meneer De Dekker. En dat hebben we bewust gedaan omdat iemand van ons twee echt als kritische baken moest werken en zeggen, ja maar, laat ons die documenten die Wim aan het verwerken is, toch eens zeer kritisch bekijken. Nu, de 65 punten. Die zijn eigenlijk makkelijk te weerleggen, omdat sommige zeer licht wegen. Wat blijkt mij namelijk dat in de 65 punten niet onze vergissingen staan, maar vergissingen van Van de Lanotte. Het eerste punt waar hij een uitspraak doet over het op dit moment grootste, snelste en meest efficiënt gebouwde windmolenpark dat voor onze kust staat, Belwind. Hij is minister van de Noordzee en hij spreekt zich daarover uit. Hij zegt daar is niets Belgisch aan. Ja, Belwind heeft zijn park laten bouwen door Nederlanders, is op de markt gaan kijken. En heeft gezegd dat is de beste prijs-kwaliteit-verhouding. Ze hebben ook gebouwd vanuit Zeebrugge. Johan van Lanotte zou zeer graag hebben dat het meeste vanuit Oostende wordt gebouwd. Maar dan denk ik dat als minister van Noordzee in functie, als daar vragen worden over gesteld, je niet subjectief moet uitlaten, dan neem je afstand. Want hij stelt Belwind tegenover een ander windmolenpark waar wel een bedrijf bij betrokken is. Waar hij voorzitter is geweest van de Raad van Bestuur. Dus dat is geen fout van ons, dat is een van hen. Iets verder komt er nog één. Ik ken ze bijna uit het hoofd, maar ik kan toch eens kijken dat ik niet over het verkeerde bezig ben. Wat in de tekst daar staat. Ja. Johan van der Lotte claimt verschillende keren in het gesprek dat we met hem gehad hebben, 4,5 uur, dat hij echt de vader is van de moderne windmolenparken per se. Hij heeft op een gegeven moment. En hij zegt ook omwille van electorale belangen, besloten dat onze windmolenparken heel diep in zee moesten komen te staan. Hij wil dat punt maken en zeggen dat is een revolutionaire ontwikkeling geweest in de windmolenindustrie, offshore. Iedereen, zegt hij, heeft ons daarna gevolgd. En we zijn in discussie gegaan. En hij heeft mails van mij gekregen waaruit bleek toen hij de beslissing heeft genomen in 2004 om dat te doen. En een ander park aan parcours de route heeft getorpedeerd, waar nog een schadeclaim van 300 miljoen euro hangende is tegenover de Belgische staat. En de Belgische staat zijn wij. Dus hij heeft gezegd, iedereen volgt ons, want dit was visionair. En dan moet hij toegeven dat er dus na 2004 nog ettelijke parken zijn gebouwd die veel dichter stonden dan de 22, 23 en 50 kilometer die hij had ingekleurd. Hij zegt hier, ik wist dit. Is dat een fout van ons of een van hen? Ik denk dat we dat kunnen schrappen. Volgende punt. Ja. Ja. Ik doe in het boek een zeer boude uitspraak. En dat is eigenlijk een primeur. Onze windmolenparken zijn gewoon de duurste ter wereld. Hoe komt het dat die zo duur geworden zijn? Omdat die mensen veel geld verspillen bij het bouwen van de parken? Nee. Ze werken zeer efficiënt naar best vermogen. Maar wel omdat door de beslissing van de Lanotte ze duur moesten worden. Ze worden in extreme omstandigheden zeer ver op zee gebouwd. En daar is voor betaald. De pioniers Sea Power hebben eigenlijk letterlijk betaald voor hun pionierswerk. En heel zwaar. Ik ben een databank gaan consulteren. En Johan van de Lanotte zegt, ik ken die bron niet. Ja, ze stond in het boek. Het is niet omdat je een bron niet kent, dat die niet goed is natuurlijk. Dan zegt hij toch dat hij er naar gaan kijken is, maar dat ze zeer moeilijk is. Ja, er zitten 1000 visjes in. Je mag die gerust consulteren. Het eerste wat je gaat zien zijn 1000 visjes.
En elke fiche beschrijft een windmolenpark met de kostprijzen, de partners en in welke fase ze zitten. Dus wat is er gebeurd? Zijn kabinet, zijn medewerkers zijn gewoon niet door die 1000 fiches geraakt. Op die nacht- en dagtijd, als ze het boek wouden in vernieling schrijven, kunnen ze moeilijk een claim maken. Ze hebben ook geen andere bron gevonden, omdat die er niet is. Nu toch iets over onderzoeksjournalistiek. Je vindt een online databank met cijfers over windmolenparken. Gaan wij dan zeggen, dat is een autoriteit? Nee. Wat heb ik gedaan? Ik ben die cijfers gaan bekijken van die kostprijs. En ik heb verschillende windmolenparken zelf gebeld om te zien of de cijfers in de databank klopten met wat zij zeiden, wat hun bouwkosten waren. En ik heb ook gevraagd, we gaan toch geen appelen met peren vergelijken. Zitten daar interesten en verzekeringen in die wij zo'n grote projecten moeten nemen? En dat is allemaal gecheckt. En dan heb ik een lijstje gemaakt. Ik ben beginnen te rekenen. En dat lijstje ga je nu zien. Het is vrij technisch, maar ik kan er snel overheen gaan. Eigenlijk zegt men in de offshore windmolenindustrie, de kostprijs van een park, dat moet je per megawattuur rekenen. En je ziet daar Deense parken opkomen en Britse. En ze worden al maar duurder. Hè. En dan zie je onderaan onze Belgische parken staan. Nu moet je eens naar het prijsverschil kijken. Hè. Deens park, 1,5 miljoen per megawatt. Seapower heeft echt duur betaald voor de expertise van zijn 6 windmolens. 5,1 miljoen per megawatt. Dat is meer dan 3 keer zo duur. De verantwoordelijke daarvoor, Johan van der Lanotte. Hij heeft dat beleid eigenhandig uitgetekend. Hij is de enige minister die zo'n massa expertise bezit over de offshore windmolenindustrie, dat die gewoon al de rest wegveegt. Hij heeft dat beleid uitgetekend en wij betalen daarvoor. Want zo'n dure parken, die moeten gesubsidieerd worden door groene stroomcertificaten. En dan kom ik bij het volgende punt waar we met hem in discussie gaan. Hij moet ermee rekening houden. Er was een windmolenpark op komst in 2010. Daar waren afspraken van gemaakt. Hoeveel gaan we daar van groene stroomcertificaten voor geven? Ze zouden 10 jaar lang groene stroomcertificaten krijgen. Dus had dat park gebouwd geweest, betaalden we er op dit moment al niet meer voor. 2002, 2003. 10 jaar lang, 90 euro. De mensen die in extreme omstandigheden op zee gaan bouwen, hebben dan met Johan van der Lanotte onderhandeld. En dat staat in hun eigen bron. Van dit kan niet, dat we met zo'n lage subsidiering zo risicovol moeten gaan bouwen. Er is een kader opgemaakt, waaruit blijkt dat ze 20 jaar lang groenstroomcertificaten krijgen. Dat is dus met 1 klap maal 2. En dat die nog duurder zullen zijn ook. 107 euro en dan een gemiddelde naar 102. Dat is allemaal zeer technisch, hè, wat ik hier vertel. Maar de bottom line van die beslissing is dat de kostprijs van de groene stroomcertificaten op zee in 1 klap van 7,5 miljard naar 15 miljard is gestegen. 8,5 miljard op het konto van Johan van der Lanotte. En waarom? Omwille van electorale belangen. Hij zegt dat zelf in het boek. Hier probeert hij die 8,5 miljard onder te sneeuwen. Door technische details te geven van hoe gaat dat op de mensen afkomen. Maar het is aan ons, als onderzoeksjournalistiek en als pers, om te snijden tot we de kern van de zaak hebben. En de kern van de zaak is 8,5 miljard erbij. Die zijn we nu al aan het betalen, want er draaien al windmolens op zee. Ik ben bij Elia geweest die die groene stroomcertificaten doorrekenen aan ons. Zij moeten ze allemaal opkopen en vorig jaar hebben wij als gezinnen gemiddeld 4 euro betaald. Hoe kan Johan van der Lanotte dan zeggen dat er in 2020, wanneer er 10 keer meer windmolenparken mogelijk staan, dat we 2 euro per gezin gaan betalen? Hij geeft toe dat het systeem te duur is. Hij is zelf gaan onderhandelen als vertegenwoordiger van de offshore windmolenindustrie met het VBO om dat aan te passen. Omdat ook natuurlijk de grote bedrijven aan rato van elektriciteitsverbruik zeer zwaar aan het betalen zijn voor die groene stroomcertificaten. En dan probeert hij dat te nuanceren. Ja, maar de consument, dat is demagogie. De consument, dat zijn wij, de gezinnen. Dat zijn KMO's, maar dat zijn ook grote bedrijven en zij consumeren letterlijk elektriciteit en zij betalen daar aan rato zeer zwaar voor.
Ik geloof dat dat het laatste punt is dat ik wil maken, zeker. Dus het punt vind ik zelf ook relevant, omdat ik al van de laatste maanden geleerd als de rechter. Dus ik vind het relevant omdat Johan van Broeke zich de laatste maanden duidelijk profileert als de beschermer van de kleine consument die de prijzen wil drukken tegenover de grote energiegiganten. Als je dit in het achterhoofd houdt, blijkt heel zijn discours nogal hypocriet. Het is hoe dan ook zo dat we 8,5 miljard euro meer gaan moeten betalen. Het komt door een ingreep van Johan van de Manette en van niemand anders. Dus dat is een van de punten die we maken in het boek en waar eigenlijk niet kan gebeuren. Goed, ik heb nog drie andere puntjes. Ik zal proberen wat korter te houden. Ja. Punt 6. Een van de verwijten die Johan van Bommel ons maakt, is dat we nooit gebruik maken van zijn info. Dat we hem niet consulteren, dat we selectief te werk gaan, dat we alleen maar op zoek gaan naar getuigen die kritisch zijn voor hem en dat we de mensen die hem steunen passeren en zo verder. Het is in ieder geval zo dat we Johan van Bommel zelf hebben opgezocht, dat we een interview gedaan hebben van 4,5 uur met hem, dat we eigenlijk alles wat we hebben vastgesteld aan hem hebben voorgelegd. Dus het is absoluut niet zo dat Johan van Bommel geen weerwoord heeft gekregen in ons verhaal. We hebben ter andere het verhaal van ABX, 3i Electrovis, weerlegd op basis van de info van dat interview. Dus het is niet zo dat we hem niet geloven. Het is gewoon zo dat we de info die we van hem krijgen, dan ook kritisch bekijken. Bijvoorbeeld één punt dat hij aanhaalt is, ja, ik heb aan Wim van den Einde een hele lijst gestuurd met de raming van de stadsschuld. Dat heeft hij inderdaad gedaan. En hij zegt dat het boek was aan de druk. Ik heb nooit gezegd dat het boek aan de druk was. Ik heb gezegd dat het bij de uitgever het had er nog in gekund. Maar ik heb die cijfers dan bekeken, die Johan van Bommel me geeft. En die blijken gewoon niet te kloppen. Dus allee, vanachter in het persblad heb ik een bundeltje van een aantal cijfers. Het eerste blad zijn de cijfers die Johan van Bommel me geeft. Daarachter. En je hebt de gemeentebedrijven, AGSO, Stadsvernieuwing, AGVO, de Vismijn. Wat blijkt dan op de jaarrekening? Bijvoorbeeld voor Stadsvernieuwing, Johan van Wallen heeft een schuld van 60 miljoen euro, 60,7 miljoen. Ik ga naar de jaarrekeningen kijken en daar spreken we over 72 miljoen euro. Dat is een pak meer. Bij de Vismijn spreken we over 3 miljoen euro. Ik ga het checken in de jaarrekeningen, daar spreken we over 4 en zoveel miljoen euro. En hij heeft het dan ook over ramingen van 2012, de daling van de schuld. Hij baseert zich wat betreft het vertrekpunt op foute cijfers. En het eindpunt baseert hij zich op ramingen. De ramingen, je moet maar eens kijken naar het dossier van het Cursaal in Oostende. Dat was geraamd verbouwingen op 30 miljoen. Het is het dubbele. Dus in Oostende ramingen, ik heb dat op. Dat zijn niet direct cijfers waar ik op wil bouwen. En dan nog een feit bijvoorbeeld. Hij heeft het over de schuldgraad AGVO, dat is mijn bedoel, dat is heel veel. Maar het bedrijf is in verheffing gegaan door wanbeheer en fraude. Dat staat helemaal beschreven in het boek, wordt hij niet miskend of weerlegd. Dus ik neem aan dat hij de voorwaarden aanneemt. Dan vind ik in een raming van de stad het cijfer Vismijn schuldgraad 0 nogal manipulatief. Dus ik vind de cijfers die hij mij geeft niet betrouwbaar. En dat is niet de eerste keer dat ik het. Hij heeft mij ook cijfers gegeven over het basket. Als ik die ga checken op de jaarrekeningen, kloppen die. Dan toen heb ik hem gevraagd van meneer Van Wouter. Ja, zegt hij dan, hij gaat het over de jeugdschool. Dat is een onderscheid waar ik het verschil niet echt zie in de reguliere basketclub en anderzijds de jeugdclub. Dus volgens hem moet het dan alsof de jeugdclub niet afhankelijk is van sponsoring en geld uit de businessgemeenschap komt. Er zijn de cijfers van E-Port Communication Systems. Als ik die krijg, de cijfers van Van Wouter. Ik ga daar niet naar twee fiscalisten. Ik ben geen fiscalist, ik heb daar nog wel heel wat bij te leren, maar ik vraag aan twee experten en die zeggen die cijfers kloppen niet. Kloppen gewoon niet. Hij geeft mij een hoop cijfers. Ja, mijn enige bron, objectief zijn de jaarrekeningen. En de jaarrekeningen kloppen gewoon totaal niet met de cijfers van Van Wouter. Ja, al wel voor iedere journalist. Als je drie keer cijfers krijgt van gelijk welke bron, dan placeer je die als onbetrouwbaar. Je mag dan Johan van Bommel heet of
gelijk wie. Dus voor mij zijn de cijfers, de info die je al van nodig heeft, qua cijfermateriaal, zeer voorzichtig mogen spelen. En als hij nu boos is dat hij cijfers geeft die ik niet in het boek opneem, dan is dat volgens mij zijn eigen verantwoordelijkheid. Dat is het dat we punten die ik wil zeggen. Tweede punt gaat over import. Hij behandelt eigenlijk een aantal punten van kritiek waar je al van gehoord hebt. Hij zegt dat ons boek speculatief is en dat we suggestief zijn. Een voorbeeld daarvan is Import Communication Systems. Het thema van dit punt is de band tussen het basket en het zakenleven in ons stad, in de stad. Dat gaat over macht, machtsuitoefening, belangrijke vermenging enzovoort. Het zijn allemaal moeilijke zaken die onzichtbaar zijn en waarvan je zou moeten zeggen, oké, schrijf daarover als je harde bewijzen hebt. Nu, bij de Agrippinische Stemmeraar zijn er zoveel aanwijzingen dat er wel degelijk een verband bestaat tussen wat er op de basket gebeurt en wat er in de stad gebeurt. Publiek geheim, zeg maar. Johan van Planotte ontkent dat in alle talen. Is dat journalistiek relevant voor ons? Ik vind van wel. Als we een portret willen maken van Oostende, de mechanismen die spelen, de machtsmechanismen, de verstrengeling met de basket, ofwel schrijft je daar niks over, ofwel probeert je dat toch aan te pakken. En ik geef toe, journalistiek is dat een vermetele onderneming, omdat je dat een stuk op glad ijs begeeft. Je moet eigenlijk proberen van, aan de hand van dingen die toch onmiskenbaar zo zijn, dingen samen te brengen en eigenlijk dan aan de lezer te vragen, zijn hier sprake van te veel toevalligheden. Een voorbeeld daarvan is Import Communication Systems. Dat is een bedrijf dat opgericht is door de haven en Telindus. Een puur privébedrijf van John Fortier. Je kent het verhaal wellicht, 54 camera's in de haven. Telindus heeft aan Import Communication Systems heel veel geld verdiend. Anderzijds zien we dat Telindus heel veel geld geeft aan de basket. Dus die twee feiten zijn naast elkaar geworden. Johan van Rompen zegt, er is 3 jaar tussen die twee beslissingen. Is dat voldoende om het verband te ontkrachten? Ik weet het niet, dat is aan lezers om uit te maken. Wat dat we dan wel zien, is dat John Fortier, de man die met Van Rompen overeenkomt om Import Communications op te richten, dat die zegt, ik doe dit, het gaat om 100.000 euro's, ik doe dit om iets terug te doen voor Oostende. Ik vind dat een nogal flauwe motivatie om 100.000 euro's op tafel te leggen, maar goed, dat zou kunnen, want zijn moeder onderhouden doet. We spreken dan ook met Rudolf van Woerkerken, die zegt, hij sponsorde de basketbal toen ik baas was. En dat was een vriend van mij. Maar het bedrag dat John Cordier op tafel legde toen Johan van Lampen de baas werd, werd 3 keer zo hoog. Terwijl John Cordier kende van Lampen. Als je al die elementen samen legt, denk ik dat je als lezer kan spreken van te veel toevalligheden. Is dat speculatief? Is dat glad ijs? Ja, maar ik vind toch journalistiek vanavond proberen van het beeld te schetsen van de verstrengeling tussen de basket en de stad. Een ander voorbeeld, heel kort, is Johan Verborg, een architect die actief is in Oostende, heel manifest aanwezig in de basket, grote sponsors, orde, heel veel business leads, die man loopt daar rond, architect. Wat hoor ik op Wassendalen? Verborg wordt aangeraden door de haven. Dus een architect wordt door de haven aangeraden van nieuwe ondernemers als architect. Wat blijkt ook? Dat Verborg inderdaad de laatste zoveel jaar alle nieuwbouw heeft gezet op de haven. Of een grote. We zien ook dat architecten waar we spreken zeggen, ja, kennissen van mij die willen wel met mij werken, maar werken liever met Verborg, want dat gaat anders. Dus die procedures lopen ook. Het zijn geruchten die ronden gaan in Oostende. Ik ben bij Bart Bolders geweest, schepen van ruimtelijke ordening. En die bevestigt dat. Die zegt ja, dat klopt. Dus er zijn hardnekkige geruchten dat Verborg gemakkelijker aan vergunningen gaat. Ik heb zelfs op een bepaald moment als signaal een aantal bouwaanvragen van Verborg geblokkeerd. Dus ik heb een aantal bouwaanvragen
van mensen die daar eigenlijk op zich niets mee te maken hebben, in mijn schaaf waren. Uren, weken, maanden, om een duidelijk signaal te geven van moet niet denken dat je mij vervolgt, gemakkelijker aan vergunningen krijgt. Er zijn ook bij Van Loon geweest, van allen die zeggen ja, wij raden verborgen. Is dat onwettig? Nee, maar het is wel toevallig de enige architect die manifest aanwezig is in de bouw. Dat vind ik een voorbeeld van bezoedeling en besmetting van wat er op de basket gebeurt en wat er in de stad gebeurt. Als een schepen van ruimtelijke ordening aanvragen van een architect moet beginnen blokkeren om een signaal te geven aan de Oostendse gemeenschap dat ze niet moeten denken dat er een voordeel is. En dat is vandaag één architect die sponsort expliciet naar voren schuift als goede potentiële architect, dan denk ik dat er een ongezonde situatie bestaat. En dat hebben we willen aanvragen. Dus, en dat is journalistiek. Zeg het op glad ijs, maar we hebben het ook geprobeerd om dat zo gewetensvol mogelijk te doen. Dan is het eigenlijk aan de intelligentie van de lezer om daar conclusies uit te trekken. Voilà. En dat beantwoordt eigenlijk een aantal vragen, een aantal opmerkingen van Johan van der Lotte in het boek. De laatste punt, ik kort wil behandelen, hebben we de drijfkracht van elektrowinst. Elektronisch betaalt geen belasting op deel. We hebben dat gehoord, niet van Jean-Marie. Vooral de duidelijkheid, maar van een gewezen stadsambtenaar. Ook die dienst kwijt. Die ons gezegd heeft, elektrowinst moest gespaard worden. Ja, goed. We zijn dat al een beetje beginnen onderzoeken. En eigenlijk de persoon waarbij we informatie daarover moeten vragen, was in ieder geval is. Eerste schepen, schepen financiën. Ik ben daar beginnen mailen en ik kreeg eigenlijk geen informatie meer. Ze deed dat heel vaak. Dus ik heb dat schip in de mail die gewoon van Volkheid verspreid. Ik heb dat 3 keer moeten mailen. En met, ik ben belastingen, staat daar. Heb dus een tevreden mail die ik haar stuurde om bijkomende informatie te vragen. Klopt het dat die voor belastingen betaald hebben? Want het gaat over één installatie die al in 2007 en 2008 belastingen had moeten betalen. En de richtlijn, waar Hilde Veulen was daarmee afkwam, was een die dateert uit 2009. De onze brief van de minister dateert van 2011. Ja, het is moeilijk om te verantwoorden dat een bedrijf geen belasting betaalt in 2007 en 2008. Dat was eerst een richtlijn van 2011. Plus een richtlijn, een Europese richtlijn, is een richtlijn, krijgt pas kracht van wet wanneer die nationale wetgeving is omgezet. Moet ook wel gebeuren. Of in een stedelijk reglement. In het stedelijk reglement. Het is onlangs bijziening in 2006 en 2008 geen aanpassing gebeurd voor de vrijstelling van hernieuwbare energie. Dus, dit verhaal, daar is iets mis mee. Vullemans heeft ons ook bevestigd, ze hebben ook geen enkele euro belasting van bedrijven uit te betalen. Voilà, dat was voor ons voldoende om te concluderen dit verhaal te maken. Dank u wel, Luc en Wim. Ik geloof wel dat hier sprake is van degelijk onderzoeksjournalistiek. Wellicht zijn er nog vragen. We gaan ze niet alle 65 weer leggen. We gaan geen jukebox spelen, maar misschien andere vragen. Of to the point, nummer 1. Uw vraag. Voor Van Lotte geen misprijzen. Uit de mensen die
de mensen die het boek gelezen hebben, zeggen dat er zelfs een zeker respect uitblijft. Het gaat over zijn politiek handelen. Het gaat echt puur over zijn publiek optreden, zijn handelingen als politiek figuur. Daar hebben we een probleem. Wij hebben echt een degelijk probleem met die machtsoverschrijding, de belangenvermenging, de overdreven verstrengeling tussen privébelangen en publieke belangen, en waarbij die lijken samen te vallen. Er zijn een aantal privébedrijven dat het algemeen belang echt steeds meer lijkt samen te vallen met het belang van een heel beperkt aantal privébedrijven. Dit is belangenvermenging. En in andere sectoren als hernieuwbare energie zou dat niet gepikt worden. Dat is ons punt. Ja. Ik moet een beetje ingaan op de drie opmerkingen van de Lanoe, die in werkelijkheid uit zijn. Ja, er is er een aan mij toe te wijzen. We hebben het samen geschreven, hè, dus ik kan er één opnemen. Op een gegeven moment zegt hij, kijk, er is een dispuut aan de gang tussen Electrabel en Electrawinds over de plaats van een windmolenpark. En Electrawinds krijgt wat voordelen en Electrabel wordt onder druk gezet. En ik zeg op een gegeven moment, de topman van Electrabel wordt dan geconvoqueerd naar de ministerraad, waar het duidelijk wordt gemaakt, je moet stoppen met groene stroomprojecten, stokken in de wielen te steken. Die topman wordt ook met naam vernoemd. Er staan gigantisch veel namen in het boek en gigantisch veel namen. En ik heb dat verhaal gekregen, en dat moet ik toch benadrukken, van een zeer betrouwbare, een zeer goede bron. Ook niet iemand die een rekening heeft te verheffen met Van der Lanotte, of die aan de kant van Electrabel staat, of wat dan ook. Hij is bij Electrabel met slaande deuren vertrokken. Dus een bron waarvan meer dan de 300 miljoen schadeclaim die tegen onze staat hangende is door het torpederen van het windmolenpark komt. Dat heb ik gecheckt. Ik heb ook andere verhalen van hem gecheckt. Ze klopten allemaal. Maar ik heb dus niet gebeld naar die CEO van Electrabel. En die zegt inderdaad, ik heb hem nu wel gebeld, dat hij zich daar niks van herinnert. Mijn bron werd kwaad en die zei, weet jij wel wie ik ben? En ik heb andere bronnen die dat bevestigen. Maar zij bij Electrabel wilden blijkbaar het conflict niet op de spits drijven. Misschien moeten er wel mensen zwijgen. Ja, je checkt dat met twee, drie bronnen. Ik ben dat vergeten. Daar heeft Van der Lanotte gelijk. Van der Lanotte heeft gelijk op twee punten. Wij hebben gelijk op 63 punten. Wij hebben gelijk op 63 punten. Wij hebben gelijk op 99,5% van ons bron. Iemand suggereerde mij in het weekend, uw titel is veel te licht, meneer Van Allenwijk, het zou de dictator van Oostende moeten zijn. U was gewoon maar een suggestie aan de telefoon, maar ik vond het nu wel als ik die marge van het weekend las, werd er alleen maar geïllustreerd voor mij, maar ik laat het aan de onderzoeksjournalisten, werd geïllustreerd wat Wim van den Einde en Luc Pauwels aangeeft. Meer geef ik daar geen commentaar op. Ik wil daarop zeggen dat het interview dat ik gedaan heb met Vlonders, dat was een onderrekkerd interview. Ik heb hem op voorhand gecontacteerd. Ik zit nu bezig met boekoverstellen. Mag ik langs komen voor een interview? Het is op geen enkel moment enige dubbelzinnigheid gecreëerd. Ik had een afspraak met hem om 2 uur. Ik ben daar ook blijven zitten tot 6:30. De dictafoon lag in het midden van de tafel. De man wist dat we daar aan het opnemen waren. Ik heb daar gevoeld dat daar
bijna een zelfontbranding was van kritiek. Ik denk ook dat misschien bij lokale journalisten hij nooit die vraag krijgt en dat er inderdaad een soort puist openbarst. En dat was inderdaad een beetje het gevoel dat ik had. En ik kan me voorstellen dat hij achteraf een beetje achteraf gesproken is van de omgeving. Maar kijk, ik vind ook misschien van zo'n stad die tijdens een onderdeel interview de journalist is duidelijk kenbaar, maar als journalist met een telefoontje dat daar ligt, dat het een beetje flauw is om zich achteraf van de uitspraken te distancieren. Ik heb hem ook wel een paar, in de zin dat bijvoorbeeld, er waren nog straffere uitspraken die ik ook uit de context had kunnen rukken en dat heb ik niet gedaan. Dus het is allemaal, we geven hem ook, in het boek komt hij ook naar voren als iemand die blijft verkeerd, omdat hij zegt dat er heel wat in de beweging is gekomen, dat de zaal nu in plaats van op instorten staat, terug in al zijn glorie is hersteld. Dus allee, ik ben ervan overtuigd dat we de geest van wat Bronders zei, echt correct hebben weergegeven. Als Bronders op een bepaald moment zegt, en heeft dat niet één keer, maar twee keer gedaan, ik heb het maar één keer aangehaald, en vergelijkt de motor met een despoot. En dat je zegt van, ja, ik lees veel boeken over de Tweede Wereldoorlog, ik vraag me af hoe een idioot als Adolf Hitler zoveel macht kon verwerven. Ik heb daar dan aan toegevoegd. Niet dat ik Johan met Hitler wil vergelijken, want dat had hij niet gezegd. Hè? Dus dat heb ik er aan toegevoegd. Maar de mechanismen zijn hetzelfde. Dat heeft hij werkelijk gezegd. En hoe kan je zoiets uit zijn context doen? Dat is een uitspraak die staat voor wat ze staat. En ik denk dat nu de lange wordt gestoken. Dus ik denk dat we nu zondag hebben ze elkaar gezien. Dat ze wat hartige woordjes gesproken zijn. En ik denk dat we nu naar de buitenwereld communiceren. De rangen worden gesloten, hè, met de spijt van de uitspraken, enzovoort enzovoort. Dat is wat ik denk dat er gebeurt. Dus sommige mensen zeggen dat de uitspraken gebeurd zijn in het kader achter zee van die search op de panorama, zonder dat ze wisten dat er een boek aan komt. Onzin. Kan dan zijn, bij u één of twee, ja. Bij ik heb 70% van de interviews gedaan. Ik heb altijd, ik ben een VRT-journalist, ik leef ook wel op een boek. Ik kan niet zeggen waarom ik ben opeens iemand anders. Maar ik heb altijd gezegd, het is voor een boek, VRT is televisie. En dus dit is voor een boek over stunde en ik schrijf dat op mezelf. Dus mensen die zeggen van dat is voor een panorama-reportage, het is 3 jaar geleden en ik denk dat is voor een panorama. Maar dan, dat idee is al lang achteraan. En net omdat het zo moeilijk, zo complex is, heb ik beslist om er een boek over te schrijven. En dat altijd werkt op commercie. Gaat men voor een tv-uitzending iets anders vertellen dan voor een boek? Ik denk in een researchgesprek, dat het niet bedoeld is om buiten zonder door, ga je misschien dingen vrij uitzeggen, omdat je weet dat het is toch niet voor op wat in te komen. Dat die kritiek dus heeft niks met Wim te maken, maar gaat wel over mij, hè, zoals Wim gezegd heeft. Ik ben een aantal maanden geleden door hem gecontacteerd om aan een boek mee te werken over energieverhalen, omdat dat mijn specialiteit is. Ik ben de energiejournalist van de VRT en ik was een ronde aan het doen bij verschillende energiebedrijven toen. Niet alleen de mensen die nu reageren, ook anderen, omdat ik inderdaad eens wilde weten hoe het zat met die 7e concessie van de windmolenparken op zee waar nu zo wordt op gejaagd. En ik had aan die verschillende bedrijven al jarenlang gevraagd, ik wil eens langskomen. Ik ben langsgekomen en daarna is dan dat boek gekomen, ja. Maar dan is de vraag van André relevant, gaan ze nu iets anders zeggen als ze weten dat het over een boek gaat? Of omdat daar iemand zit die zegt, pas op hè, het kan misschien leiden tot misschien een journaal-item, of misschien iets anders, of misschien schrijf ik al een boek erover. Ja, het is een brute pech voor mij. In de letter hebben ze misschien gelijk, maar je gaat... Het is ook zo, ter verdediging van Luc. In het begin was Luc wel bereid om daar aan mee te werken, maar voor Luc meer dan voor mij. Ik maak normaal geen reportage van Roestel. Dat was een duidelijke keuze, dit wordt een boek. Dus voor mezelf ook was dat heel duidelijk geschreven. Luc is energiespecialist. En dus dat loopt allemaal hoe dan ook een beetje door elkaar. Als hij de info die hij verzamelt voor dat boek, hij gaat dat ook. Hoe dan ook wil meenemen
zover voor VRT-journalist. Ook ten andere de eindredacteur van het nieuws, die heeft ons al het oost, of heeft nu het oost, het nieuws, is bij het journaal. Dus dan opeens is de strikte scheiding tussen het boek en het journaal, is dan opeens afwezig, als het in het voordeel kan zijn. Dus ik wil maar zeggen, ik wil de VRT absoluut niet, maar ik wil maar zeggen, voor hem, meer en voor mij, is die scheiding veel minder duidelijk, omdat die info die hij verzamelt, zij het voor het boek, zij het voor zijn werk als journaal of als VRT-journalist, loopt gewoon door elkaar. En hij gaat de research die hij gedaan heeft voor het boek, hoe dan ook meenemen in zijn werk voor het journaal. Dus VRT profiteert ook op een of andere manier van alle informatie die hij heeft verzameld. Een van de kritieken van Johan van den Hoogte was ook dat er slechts met twee mandatarissen is gesproken van de 12. Twee van de 12. Klopt dat? Er zijn twee SPA-mandatarissen gesproken. We hebben gesproken met Johan van den Hoogte. We hebben gesproken met Zou van de Kastelen. We hebben gesproken met Frank de Blok. Volgens Johan van den Hoogte is dat de top. We hebben gesproken met Yves de Baar. We hebben gesproken met Bart Brogels. Bart Brogels en Yves de Baar zijn op het lokale niveau zijn dat de zware mensen. Jongens is voorzitter van de ASO, voorzitter ECO, voorzitter Economische Huis. Dat is een zwaar gewicht. Het is niet omdat hij nu van de hoogte gekritiseerd, dat hij niet afgedaan wordt als een marginaal figuur. Het is omdat hij al 12 jaar schepen is, die heel veel verantwoordelijkheid heeft gekregen. Dus dat is gewoon niet waar. Yves Privaar, 18 jaar schepen. Voorzitter van ADV, wat is mijn voorzitter van EVO, het is een zwaar gewicht. Ja, dus als u meetelt, ik heb er twee, zegt u, er vijf geteld. Hè. En dan ook nog dat mensen van de oppositie en andere partijen. De belangrijkste SPA-politici gesproken, hoe dan ook. Ik heb met Jules Verlans gesproken, eerste CDA, CDMV. Ik heb met twee fractieleiders gesproken, van de meerderheidspartijen, CDMV, VVD. En de belangrijkste oppositie-maatschappij. Jean-Marie de Dekker, Bouwdekker. Dan denk ik dat we voldoende info hebben om een correct journalistiek beeld te geven van het journalistiek, van het politiek functioneren van de stad. Dit wordt beantwoord in vraag 4. Het was een leugen van de auteurs volgens Johan van der Lamotte de week. En we beantwoorden het punt 4 dat u in de bundel gekregen hebt. Een bedenking die toch nog even ertussen gooi. Ik heb het bericht niet gelezen over van de SPA-mandatarissen dit weekend, maar ik las wel een kop in de krant en er stond de twee mandatarissen distancieren zich van de nestbevuilers. Ik vond dat nu een ongelooflijke omdraaiing van de feiten eigenlijk. Ik bedoel, dit zijn klokkenluiders die zeggen van kijk eens in Oostende, misschien is dat nestvuil. En nu wordt dat helemaal omgedraaid in de communicatie, in een uitgekookte communicatie van de minister van de Vlotte en die zegt het zijn nestbevuilers. Wij zeggen gewoon van misschien is het nest niet echt heel fris meer. En staat de hygiëne van de democratie onder druk? En er wordt gewoon omgedraaid. Knap gedaan, hè? Monté, monté. Il en reste toujours quelque chose. Dan speel ik terug naar jullie in de zaal. Hè. We zijn op de inhoud ingegaan. Wij kunnen dat niet sturen. Dat is aan de pers, aan jullie, om af te wegen. Is dat de moeite? Brengen we dat? En jullie kunnen dat omkeren, wij niet. Ik dacht het maandag dat het een magistrale verdedigingsstrategie was van der Lamotte. In de loop van de week evolueerde ik naar een uitgekookte strategie. Ik ben er vandaag van overtuigd dat het een stevige uitschuiver is van minister van der Lamotte. U hebt hier alle antwoorden bij. 99,6% van wat er in dit boek staat is juist. 99,60%. We zitten hier geen complot aan.
wat ik daarop zeg is, wat ik daarop wil zeggen is dat dit misschien toch ook een klein pleidooi kan zijn voor trage journalistiek. Wat wij geprobeerd hebben, hè, onderzoeksjournalistiek is traag. En wat we gezien hebben is dat in het steeds sneller draaiende nieuwsmediasysteem, ja, er wordt getwitterd, er wordt van alles op een website gezet, dat wordt allemaal bloed. En ik heb daar ook al begrip voor. Hè. Dat is gewoon het systeem waarin we draaien. Maar daarnaast kunnen we er toch ook een pleidooi voor voeren om dit soort journalistiek toch een plek te geven. En het feit dat wij nu een week gewacht hebben, ik zat een andere volop achter werk voor de VRT, dus ik had gewoon geen tijd. Het feit dat we een week gewacht hebben om dit rustig te bekijken, wij stonden ook onder druk om te zeggen, we moeten snel reageren. En de heeft gezegd, wacht, we gaan onze tijd ervoor nemen en ik ben nu heel blij dat we dat gedaan hebben. En dus af en toe is een stapje opzij zetten om uit het bijna doldraaiende, snelle nieuwsmediasysteem te stappen, kan soms zinvol zijn. En ik ben ervan overtuigd dat wij, ik nodig u uit om die allemaal te lezen, die 65 punten, dat wij gelijk hebben. En ik hoop dat mensen nu het boek, ik zou niet graag een boek lezen, maar in mijn achterhoofd er staan 65 fouten. Ik begin daar niet aan. Maar ik hoop dat we er nu in geslaagd zijn om toch, en ik hoop dat mensen die het boek in hun handen hebben, dat die weten daar hoeveel procent, André? 99,6% goed. Eigenlijk kunnen we nu zeggen dat dit boek de Van der Lamotte-test heeft doorstaan. Bedoel, hoe dan ook, 90-95% contesteert hij niet. De andere punten kunnen we bijna allemaal weer leggen. Op pagina 108 staat 23 miljoen en dan moet 26 miljoen zijn. Dat is een fout. En ik kan ook begrijpen dat jullie dat allemaal niet kunnen verwerken. Hè. Het is een heel technisch ingewikkeld boek. Je zit daarvoor, je krijgt dan die 64 punten. Je moet tegen de middag voor de televisiecollega's of s'avonds al onmiddellijk iets maken. Ploeg er maar eens door, hè, door wat wij gedaan hebben. Weeg maar eens af. Jullie hadden het boek zelfs nog niet. Dus dat is verschrikkelijk moeilijk als je het zo snel moet doen. Ik heb daar begrip voor. Maar inderdaad, dat is een stap opzij zetten. Het is rustig geweest in de vakantie. Misschien komen er sommigen wel tot de conclusie. Ja, dat is machtspolitiek, zo werkt dat nu eenmaal. Misschien komen er anderen tot een andere conclusie hè, na het lezen van het boek. Maar dat laten we aan de lezer doen. Ja. Het gaat over de inhoud van het boek vandaag. We willen volgende week graag iets doen over media, politiek en zo, maar ik zal het anders formuleren. Ik vind dat wij als uitgever weliswaar in een commerciële en foute omgeving zijn we totaal achter onze journalisten blijven staan. Hebben gezegd, we doen niet mee aan steekvlamme reacties. Neem onze tijd. Als we een fout hebben, zullen we die erkennen, bekennen. Als we steek houden, zullen we dat punt maken. En als sommigen in andere instellingen een andere mening hebben om hun journalisten te verdedigen, is dat voor hun rekening. Ik wil even toelichten waarom met name ik in een bewarende maatregel ben gezet. Dat wil ik wel doen. Dat is puur de deontologische code van de VRT. Het is namelijk zo, ik ben energiespecialist. Ik moet items brengen over energie en ik zit nu in een controverse met de minister die zeer beslagen is met energie. En dan is er bij ons een deontologische code die zegt oppassen, omdat je objectiviteit niet zou in gevaar komen, zetten we je even in de luwte. En dat is wat er gebeurd is en dat in de luwte, dat betekent dat wij nog altijd vol een bak werken. Afgelopen weekend gewoon doorgewerkt, maar binnen dienst. En niet naar buiten treden, nog niet als energiespecialist van de VRT. Ik vind die deontologische regel overigens correct. Ik begrijp dat heel goed en ik leg me daar compleet bij neer van wat er nu gebeurt. Met dat respect van hebben we wel
inderdaad aan journalisten onder ons hebben het boek wel gelezen op voorhand. Want er zijn een aantal boeken verdeeld onder de journalisten. Maar om het even te hebben over die verstrengeling, is verstrengeling illegaal volgens mij? Want de smoking gun, waar u zelf naar verwijst, die zit er natuurlijk niet in. Ja. We hebben daar alle twee iets op te zeggen, dus maar. Ik ga niet meer oproepen tot het ontslag van de minister, want of heel toponomisch is dat blijkbaar niet zo evident, ik kan het dus niet doen. Het enige wat ik wil zeggen is, we hebben deze week dikwijls die vraag gekregen, van heeft hij iets strafbaar gedaan? Heeft hij de wet overtreden? De vraag die ik mij dan stel is, moet een minister iets strafbaar doen om ontslag te nemen? In mei 1998 is er ooit een minister opgestapt omdat er een gendarme 2 seconden niet aan het opletten was in Aarhus. Is daar iets onwettig gebeurd? En als iemand een fout gemaakt heeft, dan moet hij daar de verantwoordelijkheid voor nemen. Oké, okay. Ja, Barend, ik wil er even op ingaan. Als je het boek gelezen hebt, heb je ook gelezen hoe hij het eerste windmolenpark, ja, windmolens, dus mijn ding, torpedeert. Dat windmolenpark was perfect vergund, had zijn exploitaties, een bouwvergunning. En al parcours de route trekt hij het naar zich toe, om electorale redenen, omdat er mensen op de kust zijn die zeggen 12 kilometer is te kort. Dat is, by the way, het was dat op 1 na verste toe. En hij verandert de wetgeving. Hij wordt dan minister van Noordzee en hij verandert in verschillende stapjes de wetgeving. Het project is eerst geschorst door de Raad van State en hij is gerust. Zal er toch niet komen. De Raad van State, hij roept haar arrest. En 3 maanden na dat arrest ligt er een ministerieel besluit van de minister van de Noordzee die zegt dat het gebied waar alles goedgekeurd is, waar ze mochten bouwen, waar dus geen hinder was voor het milieu en ook niet voor de scheepvaart, daar ga ik nu een milieugebied van maken. Dat ministerieel besluit is opnieuw aangevochten door het concern bij de Raad van State. Want hij gebruikte ook maatregelen van Europa, habitatgebied voor vogels. En de Raad van State heeft zijn uitzondering om daar een milieugebied van te maken geschrapt. Dus als je als minister zelf de wetten maakt, dan blijf je binnen de wettelijkheid. Hè. Ja. En nog iets, belangenvermenging. Johan van der Motten is ervan overtuigd dat het systeem dat hij in 2004 heeft ontwikkeld voor die massale groene stroomcertificaten, dat dat te duur is. Hij zet dat dus op in 2004 als minister van de Noordzee, hè? Bijna ja, eigenhandig, in directe onderhandeling met het ene project dat toen komen was. Maar er komen problemen. Hè? De industrie, dat zal je wel gehoord hebben, die zeggen, ja, er komt een massa geld op ons af dat we gaan moeten betalen, dat kan niet. En op een gegeven moment zegt tegen gesprek met ons, ja, ik ben daarover aan het onderhandelen, al een aantal maanden. In welke functie? Barend, was hij toen aan het onderhandelen? Hij was toen aan het onderhandelen als vertegenwoordiger van de offshore windmolenindustrie. Dus hij maakte beleid, werkt niet, onderhandelen als vertegenwoordiger van de offshore windmolenindustrie als hij in de oppositie zit, met het VWO daarover, wordt nu opnieuw minister van de Noordzee. En nu, ja, in welke hoedanigheid onderhandelt hij nu? Onderhandelt hij nu nog als, zie je, dus toch, dan stellen wij ons vragen. Ook als hij zeer buiten uitspraken doet over Belwind en Koolruid. En hij zegt, Koolruid, dat is voor de goedkoop. Ja, Koolruid heeft toch een perfect businessmodel, dat draait op de goedkoop. Als minister van de Noordzee, daar dacht ik, dat zeg je niet. Plus, dat toont dat je dan voor een bepaalde partner veel meer sympathie hebt dan voor een ander. Dus het is toch een beetje problematisch, vinden wij, van kijk, als je kiest voor de politiek, je wordt minister, je tekent het beleid uit, je besteedt het overheidsgeld, dat is een perfect legitieme valabele opdracht, maar dan is het een beetje moeilijk om net precies die piepkleine sector te gaan staan en daar als privéondernemer actief te worden. Oké, dus dat is, ik vind dit op het randje. Denk ik, ja, dan, als je privéondernemer wil worden, goed, maar doe dan iets totaal anders. Toch niet net precies in die kleine sector die
die je net zelf hebt vormgegeven en rijkelijk van overheidssubsidies hebt voorzien. Maar dan gaat hij verder en wordt privé, en wordt als privéondernemer voorzitter van een concern in de offshore. Hij blijft heel de tijd havenvoorzitter. Dus de verstrengeling privé-overheid blijft 4 jaar duren als hij actief is voor Electrowinds. Hij richt de Rebo op, waarin hij partners opneemt waarin hij als privéondernemer werkt. En dan wordt hij terug minister van de Noordzee. En dan moet je weten dat hij daarvoor een perfect legitiem offshore project heeft getorpedeerd van net de 2 grote privé-concurrenten van de bedrijven waar hij mee in zee gaat. Namelijk Electrabel en De Nul. Dat torpedeert hij, dan gaat hij in zee als privéondernemer met DME en Electrowinds. En hij rijdt echt 4 jaar voor Electrowinds. En dan wordt hij terug minister van de Noordzee. Ja, ik vind dat te rover. Er is dus een klacht lopen. Hij minimaliseert dat in het boek gezegd over die 2 windmolenparkjes getorpedeerd. Ja, dat ze hun aanwijsbare schades tonen. Hè. En dan ben ik gaan zoeken en dat ik die ene goede supergrond die zegt, maar er is iets lopende, 300 miljoen euro namelijk. Dat is wel 30 euro per Belg als die mannen dat loyaal met hun klachten. En zelfs dat geloofde ik niet direct. Ik ben gaan kijken naar de bronnen. Is het juist dat daar aanwijsbare schade was? Er is een verhaal naar boven gekomen dat er 10 bestelde windturbines van Vestas klaar lagen om op zee te bouwen. Dat is zo. Men is daar in de juridische expertise naartoe getrokken met een vertegenwoordiger van de regering en van de tegenpartij. Die lagen klaar, ingepakt, met bouwdrogers op dat ze niet zouden roesten. Ze zijn alleen nooit gekocht. Ik heb met Vestas gebeld. Klopt dat? Ja, zeggen ze. Dat was jammer, want dat was een groot project en we hadden daar dolgraag in gestapt. Hebben jullie dan schade geëist? Het contract was getekend. De windmolens waren besteld. Er is, en dat heb ik ook van de twee kanten gehoord, nog een poging gedaan om die 10 turbines, die 13 kilometer ver op zee moesten gaan staan, op land te zetten. Maar ze maakten te veel lawaai. Ze konden niet geplaatst worden, ze waren ontwikkeld voor ver op zee, daar lawaai, een beetje lawaai te gaan maken. Dat is niet alleen die windturbines, ook de elektriciteitskabel van 15 kilometer mag in productie hebben moeten onderbreken. Discussies tussen het bedrijf dat die maakte. Ja, moeten we hem nu vernietigen, want onze productielijn ligt stil? Of moet je hem maken? Moeten we hem maken en gaat je hem kopen? Ook klachten. Belgisch bedrijf dat een staketsel ging maken, stalen staketsel om de kabels aan band te krijgen. Ook klachten. Dus in totaal 300 miljoen. De Nul lag klaar met schepen om dat spul te bouwen. Die schepen worden dan ingezet daarvoor, niet voor andere dingen. De Nul zegt nu, wij hebben de koppositie die we hadden in de offshore windindustrie kwijtgespeeld toen. Dat is een loss of references. We hadden overal in de wereld kunnen zetten, kunnen zeggen, kijk eens, we hebben een windmolenpark gebouwd. 12 kilometer ver in zee. Een van de verste ter wereld. Maar ja, het is er niet. Dus... Ik ga het over het boek kijken. Ah, een klacht over het boek. Ja. We hebben een aangetekende mail gekregen van Electrowinds dat er... In dat addendum zit in het boek trouwens, het is een nuance, oké, ze hebben een punt, maar oké, dat is het. En maar ze hebben die, ze, nog geen formele klacht mee, maar ik vind het niet abnormaal dat men dat in de media gooit eigenlijk. Dat is het spel. Maar dat is ook geen fout. Het wordt niet gezien als een fout. Wij noemen het een addendum. Het is rechtgezet, dat zijn zeer technische dossiers. Ik heb mij laten bijstaan door 2 financiële specialisten om een technisch dossier over dat bedrijf financieel dossier te ontleden. Ook weer mensen die er altijd beducht voor zijn, die geen afrekening hadden met het bedrijf en al een totaal sector. Ze zeggen mij 2 keer hetzelfde. En daar blijkt er een nauwkeurigheid in te zitten. Maar Van Kranotte door... geen klacht neerleggen, want hij wou niet te veel publiciteit geven aan het boek. Met alles wat u weet, de woorden,
Ja. Ik vind het een ongelooflijk voorbeeld van ijzersterke onderzoeksjournalistiek. En ik wik mijn woorden. Als elke publicatie zo onderzocht is, zo gecheckt, gedubbelcheckt, en dat hebben we hier geïllustreerd op elk punt. Zoveel dossiers worden er niet gepubliceerd en nog uitgezonden. En ook niet nog op tv, nog op de radio. Zo, ik vind dit, als deze twee journalisten niet de prijs van het vrije woord krijgen volgend jaar, dan laat die jury een kans liggen. En ik wil toch even heel onbescheiden een punt maken naar sommige mensen. Dat de onderzoeksjournalistiek niet zou kunnen aarden op commerciële plaatsen eigenlijk. Ik heb in mijn korte carrière een boek over Beaulieu uitgegeven, over dopinggebruik bij Telecom, over Ze zijn zo lief meneer en de moord op Lumumba, dat waren de twee parlementaire onderzoekscommissies, over KB Lux, Notaris X, Superclub, Paola Strepe Delphine, de bloedkamer, over Sabena, dat materiaal is allemaal gebruikt in de commissie rond Sabena. Dus het kan echt wel in een commerciële omgeving. En deze twee heren, die spannen gewoon de kroon. Het is gewoon absoluut de top. En ik betreur het echt bijzonder erg dat zij die steun niet gekregen hebben van hun overste. We kunnen hier nog een tijdje over doorgaan, maar ik stel voor dat we dat doen bij een verfrissende drankje. Waar jullie allemaal uitnodigen. Thank you.